Door de jaren heb ik altijd hele goede contacten met legioen gehad, met alles wat er op en aan vast zit, jong en oud. En met die jaren is dat alleen maar gegroeid. En het is ongelooflijk hoeveel impact dat heeft, het fijne dat gebeurt op supporters. En als je dus door Nederland kijkt, hoeveel supporters we in Nederland hebben, en ook mensen die dus eigenlijk geen supporters zijn, maar toch fijn dat mijners zijn, ja, dat zijn er heel veel. Als je dus langs een tribune loopt, dat zij hebben het ook, dus ook die tribune is voor mij eigenlijk verkozen hier, de Geert Meijer tribune. Daar stond de grote Dijers aan de rolheid. En als ik daar langs liep, ja, dan ging eens de keer en You Never Walk Alone werd er vaak gezongen. Ja, dat is geweldig natuurlijk als ze dat voor je doen. En dat spreekt alleen enorm respect uit. En het afscheid dat ik heb gehad, dat is ook onvergetelijk. En dat ze voor je gezongen hebben, dat ik een rondje heb gelopen rond het veld. Ja, dan, als ik dan denk, krijg ik weer kippenvel. Ik vind het prachtig dat je dus als verzorger toegejuicht wordt en toegezongen wordt. Dat is uniek, denk ik. En daar ben ik ook nogmaals heel erg trots op. En ik vind het geweldig dat er gebeurd is. En het is natuurlijk niet niks wat ik neergezet heb. Ik ben heel erg trots dat ik 15 jaar verzorger ben geweest. En dat ik 74 jaar geleefd afscheid neem. En dat bewijst dat de trouw naar mijn club is enorm geweest. Maar ook de trouw van de supporters naar mij toe. Dat is ook enorm geweest. En daar ben ik nogmaals heel erg trots op.